Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. But if you live Yes, het is weer tijd voor de getuigenis van. Ik wil dat u zit te kijken en zit te popelen om te weten wie we vandaag hebben op de bank. We hebben een broeder die 30 jaar lang verslaafd was. Hij is zodanig uitgeput geraakt en wist niet hoe verder te gaan. Hij heeft zelf gepoogd om zelfmoord te plegen. Maar op een gegeven moment kwam hij op een punt en zei van, hey, tot hier en niet verder. Nou, wilt u weten hoe het allemaal gegaan is, moet u gewoon verder afgestemd blijven. Op de Inspiratie televisie Shalom. Ik wil u uitnodigen om samen met mij te gaan, om te luisteren en te kijken, ja, wie we hebben. Kom maar mee. Welkom terug. Vandaag hebben we op de bank iemand die door heel veel gegaan is. Ik heb het eerder al aangegeven. Hij heeft enorm gesukkeld, maar op een gegeven moment kwam hij op een punt om te zeggen van nee, tot hier en niet verder. Ik kan het niet vertellen, daarom hebben we hem uitgenodigd op de bank om zelf te vertellen hoe het gegaan is in zijn leven. In deze aflevering hebben we te gast niemand minder dan broeder Tirtareja Parjo. Goeiedag. Welkom. Dank u, zuster. Hoe gaat het met u? Goed. Alles lekker? Alles gaat goed, nou kom ik daar weer. Amen, ik zie het. Ja. Dus dat is aan ego. Op de eerste plaats natuurlijk wil ik de Heer Jezus bedanken, ja, dat ik hier mag zijn om de Heer Jezus te loven, te prijzen, te eren en zijn naam hoog houden. That's it. Ik ben broeder Parjo, Tirtareja, ja, geboren op 2 september 1962, te komen wenen. En ik was eens getrouwd en weer gescheiden na een aantal jaren. Ja. En ik ben nu samen met mijn andere vrouw, een geliefde zuster, Rosita Narijn, die ik trouw op hem heb, die ook samen hebben gestruggeld. In de bijna 27 jaar hebben we al samen gewoond. En het was een moeilijke tijd voor mij en ook een moeilijke tijd voor haar. Voor en ook een moeilijke tijd voor de kinderen. Maar jullie zijn erdoor gekomen. Ja, en hoeveel kinderen hebben jullie? Ik heb... Ik heb 2 kinderen met mijn getrouwde vrouw. Yeah. En die allemaal is naar Nederland gegaan. Okay. En 1 komt overleden. Oh. En 1 blijft nog daar. Okay. En zo heb ik mevrouw Narijn Rosita, die ook een weduwe was, kennis hebben gemaakt. En zo ben ik door. Ja, zeer bij elkaar. Ik heb 2 kinderen met zuster Rosita Narijn. En ik ben trouwens ook op de kinderen. De laatste zoon is 22 jaar geworden. Wow. En ik weet, we hebben een moeilijke tijd. Zelf, ik kan zelf kinderen niet naar school sturen, omdat het een moeilijke tijd was voor mij. Ja. Maar dat gaat u straks vertellen in onze tweede blok. Okay. Maar waar bent u grootgebracht? Ik ben grootgebracht in Komowene zelf. Waar van Komowene? Tamarijo, waar mijn ouderlijke woning daar is. Dus daar ben ik ook opgevoed. Tot bijna de... Toen ik 18 jaar ben ik ook naar de stad gekomen. Naar de stad gekomen, ja. Oké. Nou, goed zo. U heeft het gehoord. Dat is broeder Parjo in het kort. Hij heeft even aangegeven waar hij grootgebracht is en dat alles. Nou, dan heeft u in ieder geval een beeld wie broeder Parjo is. We pakken een korte break. En na de break, nou, dan gaat hij zelf vertellen hoe het allemaal gegaan is. Through the window, I see you waiting. You are smiling, cause I'm coming. Your eyes are a story. An ocean of memories, pictures of faces and places, and all of the things that make us feel like we have it all. We have it all. All of the times that make us realize we have it all. We have it all. We have it all. Life is beautiful.
Welkom terug. Ruparjo hebben we vandaag op de bank in deze aflevering van de getuigenis van. En hij gaat zijn getuigenis vertellen aan u. Super spannend. En nog even hem vanaf nu de gelegenheid. Ruparjo, u heeft de Heer al 6 jaar officieel in uw leven geaccepteerd. Het was niet makkelijk, want in ons voorgesprek hebben we zeker 2 dagen erover gesproken. Zoveel heeft u meegemaakt, toch? Maar er is iemand die luistert en kijkt en die dit toch wel wilt horen. Hoe is het gegaan? Waar is het begonnen? Wel, als ik nu moet vertellen, toen ik nog op de wereld ben, was ik een drugsverslaafde. Ja. Ik was geen drugsgebruiker, ik was een drugsverslaafde. En hoe lang bent u verslaafd geweest? Ik ben verslaafd vanaf mijn 18 tot 20 jaar verslaafd. En het is geen marihuana, het was cocaïne. En zo vanaf 20 jaar tot en met 50 jaar. Dus 30 jaar lang ben ik verslaafd in drugs. En ook verslaafd in drank, alcohol. Ook verslaafd in dobbel, kokkerij. Ook verslaafd in dames, hoererij. Verslaafd in deze 4 items, beginnen met een D. Een hoofdletter D. De eerste D is drugs. De tweede D is dames. De derde D is dobbel. En de vierde D is drank. En dat alles deed u tegelijkertijd? Alles doe ik tegelijk. Maar hoe bent u eraan, hoe bent u ermee begonnen? Waar is het begonnen? Bent u met vrienden meegegaan? Natuurlijk met vrienden. Wanneer je slechte vrienden in je, om je heen, dan krijg je dat. Ja. Dan kan je automatisch ook mee willen gaan. Je wil ook willen mee proeven. En zo begint het. En zo begint het door. En zo kan ik niet meer stoppen. Dan ga je toch door. Ik had een ellende leven. Want ellende leven, dus het is niet makkelijk. De kinderen van me pinaren. Mijn vrouw pinaren ook. Omdat ook, ik moet elke dag aan geld hebben. Om mijn drugs te kopen. Om alcohol te gebruiken. Om alcohol, ik ben elke dag dronken. Ik moet elke dag drugs hebben in mijn lichaam. Ja. Anders kan je ook een moeilijke leven doorbrengen. Want als je geen alcohol en geen drugs gebruikt, word je agressief. Ja. Je gaat door agressief en heb je problemen thuis. Tot ik een diepe put ben gevallen. Het was moeilijk voor mij. Ik heb zelf zinkplaten verkocht. Ik heb zelf een boedel verkocht. Ik heb zelf fietsen verkocht van de kinderen van me. Ik heb zelf bronfietsen verkocht. Dus je eigen spullen verkocht? Ja. Zo. Ik heb alles verkocht. Zelf mijn auto, 4 tot 5 auto heb ik verkocht om aan deze verslaving te komen. Ja, ja, ja. En ik had een ellendig leven, zeg ik altijd. Ik heb geen vervoer meer. En ik dank altijd dat ik een lieve vrouw heb. Zuster Rosita is ook een lieve vrouw voor mij geweest. En ze wil ook dat ik moet veranderen, maar het is moeilijk voor mij. Op het laatste moment geeft ze ook toe dat ze, omdat we geen vervoer meer, ze is besloten om mij een andere auto te kopen uit zijn eigen geld. En dat is zo, zuster Rosita heeft een auto voor me gekocht. Op mijn naam zelf. En de auto was een Toyota Alien was het. En, en het is bijna 30.000 SRD. En ik heb het auto gebruikt om weer taxi te rijden, om aan geld te komen. Ik heb het auto niet eens 4 maanden, 5 maanden, ik heb de auto weer verkocht. Om drugs te kunnen kopen? Om drugs te kunnen gebruiken, om alcohol te kunnen gebruiken, om eigen activiteit te doen. En toen heb ik verkocht, dit begint de ellende. Ik kan niet naar huis gaan. Wanneer ik naar huis kan, dan moet ik vertellen waar is de auto. Ik ben weggebleven een week, zelfs 2 weken ben ik weg. En zo bel me maar, waar ben je, waar is je auto, waar ben je, ik kom. Uiteindelijk hebben ze gehoord dat ik die auto ergens heb verkocht. En nu begint de ellende. Ik kan niet meer naar huis. En toch heb ik een decatie genomen om naar huis te gaan. En toen ik thuis ben aangekomen, is het ellende.
Ik werd niet meer geaccepteerd in huis. Oh. Omdat de kinderen willen ook mij niet meer hebben. Zo. Mijn vrouw wil me ook niet meer hebben. Omdat ik te ver is gegaan. Ja, ja, ja. En ik heb geen keuze meer. Ik ben zelf weer weggegaan. Ik blijf op straat. En s'avonds als ik thuis kom, willen ze de deur niet openmaken. Want ze willen eerst, ik wil die auto eerst zien. Voordat ik naar binnen ga. En zo ben ik op straat beland. En ik ben 2 tot 3 dagen of 4 dagen zelf op straat. Ik kan niet meer naar huis. Zelf mijn familie wil me niet meer. Omdat telkens moet ik mijn familie geld lenen en niet terugbetalen. Mm-hmm. Zo, het drugsverslaafde is moeilijk als ding. Is niet makkelijk. Is en dat heeft u 30 jaar lang gedaan. Ja, is niet makkelijk. Ja, ik had een ellende leven. Ik ben in een diepe put gevallen. Mm-hmm. Waar niemand me kan helpen. Een put waar geen bodem is. Geen bodem. Mm-hmm. Dat is een bodemloze put. Mm-hmm. En toen besef ik, ik kan ook niet meer. Ik wil mezelf aan kant maken. Ik probeer ook verdekkingsmiddelen te drinken. Ik ben zelf een gedachte om uit een buitenbos te springen. Maar gado, nou ben je Latin toe. Van de Latin toe. Ja. En zo ben ik beland in een situatie waar ik ellende leven had. Mm-hmm. Tot ik 3 dagen tot 4 dagen niet naar huis, omdat mijn vrouw wil me ook niet hebben. Ik ben op straat. En als je niet bad, 1 avond, 1 dag, 2 dag, 3 dagen niet gebad, ben je smerig. Mm-hmm. Je ruikt zeker naar een andere geur. Mm-hmm. Toen heb ik besloten om naar Kommerwijnen te gaan. Het was 5 uur in de ochtend, want ik ben op straat. Ja. Ik vraag iemand een beurs geld om... Oh, u vroeg al naar geld? Ja, om een beurs te betalen. Ja. Want ik heb niks meer. Ik wil niet meer werken, want hoe kan je werken? Mm-hmm. Zonder te baden, want ik heb geen keuze meer. Ik ben naar een busje gestapt, en dat op Dijkveld. En ik keek naar de omgeving waarin die bus zit. Iedereen keek naar me zo raar. Ik denk er niet. Deze mensen reageren hoe ik ben en reageren hoe ik ruik. Want als je niet bad, is het automatisch. Ja, precies. Ben ik naar met de bus gegaan. Ik stop bij Busselbrug daar. Ik begin een lift te zoeken. Ik kreeg een lift. En zo ben ik bij mijn moeder beland. Mijn moeder weet ook niks waarover het gaat. Mijn moeder is ook bijna 80 zoveel. Maar ze wist wel dat u verslaafd was? Nee. Of ze wist dat en mijn niet? Andere familie wel, maar mijn moeder ook niet. U wist het niet. Andere familie ja. wel. Zo ben ik daar. Ik ben ook een week daar gebleven. Toen bel ik naar huis. Ik heb mijn vrouw gebeld. Ik heb telefoon. Zelf niks. Ik heb geen telefoon, niks. Ik heb mijn broertje gevraagd om even de telefoon af te staan. Ik heb mijn vrouw gebeld. Ik heb hem gezegd. Ik ga niet meer komen naar huis. Ik ga een andere vrouw nemen om mijn leven opnieuw te beginnen. Maar een andere vrouw was niet de oplossing. Nee. Nee, helemaal niet. Toen heb ik haar gezegd dat ik niet meer kan. En nu begint ze te huilen. Huilen en aanbidding, huilen en aanbidding, huilen, aanbidding, huilen, aanbidding. Ik heb dat gehoord in de telefoon. Huilen, aanbidding. En de aanbidding is gehoord. Dus zij dienen de Heer al? Ja, okay. Ze heeft allang ja. begint aanbidden en huilen aanbidden. En het gebed is gehoord. Amen. Door de Heer Jezus. Ja. En zo heeft de Heer Jezus mij ook aangeraakt. En dezelfde dag ben ik naar huis gegaan. En de deur is open voor mij. Wow. En er was een doorbraak. En de Heer is open voor mij. De deur is open en ik ben naar mijn vrouw geweest. En ik ben op mijn knieën. Ik heb vergeving gevraagd en ze accepteert dat vergeving. En zo heb ik zelf gezegd, vanaf vandaag ga ik de Heer Jezus aannemen. Ik ga met jou naar de kerk. Dus dit is de eerste begin wat ik ga doen nu. Yeah. Ik ga de Heer Jezus aannemen. Mm-hmm. Als mijn verlosser, yeah. als mijn voorziener, met alles. Ik ga de Heer Jezus aannemen. Oké, maar u was 30 jaar verslaafd. Hoe bent u afgekikt? Hoe is het proces gegaan? Afgekikt, ik heb geprobeerd, hoeveel keren heb ik geprobeerd ja. om afgekikt. Maar het lukt me niet. Telkens zeg ik, morgen ga ik stoppen, overmorgen ga ik stoppen. Het lukt me niet. Dat is de Heer Jezus Christus die mij aangereikt
en ook bemoedigd en ook de kracht gegeven heeft en ook de wijsheid gegeven heeft om te stoppen en een nieuwe leven in te blazen. Ja, en u bent gewoon radicaal gestopt. Radicaal gestopt. Met drinken. Met alles. Met die 4 D's. Ja, met alles. Ja, drinken, drugs, dames en dobbelen. Ja. Dus het dobbelen deed u dus ook in die 30 ja. jaren. Constant, constant. Dus deze 4 items koppelen in één. Ja. Deze 4 duivels, zeg ik. Die willen altijd aan mensen vernietigen. Vernietigen. Ja, ja, ja. ja. En uw gezin, hoe zijn ze daarmee omgegaan? U heeft gebeld met uw vrouw die dag. U bent naar huis gegaan, de deur stond open. U noemt het zelf een doorbraak. Ja. Maar na de hele periode van verdriet en pijn, hoe is het dan gegaan? Maar het was moeilijk voor mij en ook moeilijk voor de kinderen ja. en ook moeilijk voor mijn vrouw. Want ik heb wel uiting gemaakt dat ik ga stoppen, maar ze zijn niet zeker. Ze zijn niet zeker als ik ga stoppen. Ja. Maar naderhand, langzamerhand, zie ze dat ik echt een bekering heb gemaakt. Mm-hmm. Dat ik de liefde terugkreeg. Dat ik de liefde geef aan de kinderen. Mm-hmm. Dus ze hebben hun harten opengemaakt en ze hebben die liefde aan u kunnen geven. Ja. U heeft het kunnen ervaren. Het heeft ook gemaakt dat u dus makkelijker kon herstellen. Ja. Na al die ellendige jaren. 30 jaar is een mensenleven, dus is niet makkelijk. Maar uw omgeving, op een gegeven moment zei u van ik ga de Heer dienen. Ik wil de Heer accepteren in mijn leven, omdat hij me uit die put gehaald heeft. Ja. Maar hoe zijn uw vrienden omgegaan? Want u had vrienden, want wanneer u in de drugswereld zit, dan heeft u ook weer daar die vrienden, hè? Maar ook uw familie. Hoe zijn ze omgegaan met het feit dat u dus de Heer heeft geaccepteerd in uw leven? Wel, in het begin is het een uitdaging, hoor. Ja. Het was een hele uitdaging, want een paar vrienden en een paar familie zeggen, kijk wie naar de kerk kijkt, wie heeft Jezus aangenomen. Hmm. Kijk wat hij doet nu. Mm-hmm. Ik denk niet dat het lukt bij hem om de Heer Jezus aan te nemen als een verlosser. Mm-hmm. Vele vrienden en vele familie zeggen, ik ga dat niet naar. Hij is zomaar naar de kerk, hij is zomaar een christen geworden. Maar naderhand ziet ze dat ik broer Paul Johnny geworden en ook kunnen aantonen wie ik nu ben. Mm-hmm. Ja, ik krijg de liefde terug van mijn familie, yeah. van mijn kinderen, van mijn vrouw. Mm-hmm. Omdat ik nu, ze weet niet zeker zijn dat ik de juiste weg heb aangewezen. Mm-hmm. De juiste weg is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Amen. Jezus is de weg. Yes, Hij is de weg. Hij is de weg. En u ervaart het. U straalt het ook uit. Ik ervaar het. Ja, die rust. Ik ervaar de rust. En wat ik verloren heb, wat ik alles heb verkocht. God bless me, baka. Aji alles aan, baka. Agim alles aan met overvloed. Wat een wonder. God heeft een wonder in mij gedaan. Yeah. Alles wat ik verkocht heb, krijg ik terug. Mm-hmm. Zelf nu krijg ik de zegen van God. Krijg ik blessing van God. Mm-hmm. Wanneer ik tekortkoming heb met financiën, met voeding, met alles. En God will bless me. Daarom ben ik trots op de Heer Jezus Christus. Amen. En mijn breedte van mij te gaan, God heeft mij verloosd. Mm-hmm. Want na de laatste tijd zei ik, broer, ik heb geld nodig, ik ben tekort. En volgende morgen word ik gebeld. Of door iemand die ook een geld van mij brengt. Mm-hmm. Wat is dit? Is het een blessing? Het is een blessing. Dus in de laatste tijd heb ik ook gemerkt dat ik bijna elke week, elke dag kreeg ik een blessing. En zo gebruik ik ook de blessing om anderen de blessing te geven. Amen. Zo gaat het. Nou, broer Pajo, we hebben uw bekeringsverhaal gehoord. Nogmaals, dat ben makkelijk. Dat doen we een pittig traject in leggen af. Ja. Maar als ik ga door ingrijpen in, dan is het 100%. 100%. En we zijn bijzonder dankbaar dat u de tijd heeft genomen om hier bij ons te zijn. Om de mensen eigenlijk te laten horen. Van evita hori. En als je God de gelegenheid geeft, het maakt niet uit hoe uw situatie eruit ziet. Maar als je hem de gelegenheid geeft om in uw hart te komen en te zeggen van hé, Heer, kom ik weer uitgeput. Dan is hij daar. We gaan naar een korte break, broeder Pardjo. Maar na de break ga ik u vragen om iemand te bemoedigen. Want wat is maar deze en luku? Maar ze hadden in een sem situatie. Kan je maar vrouw drapen, ze weet niet hoe verder te gaan. Awan anasafam ko moro fara
Ik ga u zo meteen de gelegenheid geven na die korte break. Dan ga ik u vragen om in die camera te kijken. Om iemand te bemoedigen. Ja? Nou, u heeft het gehoord. Dat was het verhaal van broeder Pardjo. We pakken een korte break. En na de break geef ik broeder Pardjo de gelegenheid om een bemoediging te richten tot u. Tot zo. Welkom terug. U heeft het gehoord, het verhaal van broeder Pardjo. En we zijn nu op het punt waarbij hij een korte bemoediging gaat richten tot u. Ik wil hem vanaf dit moment, vanaf nu wil ik u de gelegenheid geven, broeder Pardjo, om in die camera te kijken en iemand te bemoedigen. Ja, in deze wil ik ook de kijkers, de luisteraars, de gemeenschap, ieder in de huiskamer waar u ook bent. Ik wil u bemoedigen om de Heer Jezus aan te nemen, zoals een verlosser, zoals een genezer, zoals een voorziener. Want de juiste weg is de Heer Jezus Christus. Ik had een ellende leven en daarom wil ik in ieder bemoedigen die de Heer Jezus nog niet hebben gekend, om de Heer Jezus aan te nemen. En dan kan je ook ervaren wie de Heer Jezus Christus is. Hij is onze God. Er is geen andere God bij mij, alleen Jezus Christus. En ook wil ik bemoedigen aan de gelovigen, aan de christenen, die ook nodig heeft een bekering, een waarlijke bekering nodig heeft, om de Heer Jezus, door met de Heer Jezus te gaan. Want ook in Matthäus 18, daar staat ook geschreven, en waar de discipelen vragen, aan de Heer Jezus, wie is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen? En het antwoord was, word als een kind en bekeerd. Het woord bekeerd is een symbool bij een christen. Je kan 20 jaar de Jezus dienen. Je kan ook meegaan met de activiteiten van de gemeente. Je kan ook gedoopt zijn, maar je bent nog niet bekeerd. Wanneer je voor de Heer Jezus staat, dan daar ga je zien of je naam in het boek van de Heer Jezus is om het koninkrijk binnen te gaan. Het woord bekeerd is heel belangrijk bij een christenen, een waarlijke bekering. Want gado, oh sorry dat je jou neemt nog die in het boek. Dat je tegen Jezus Christus nu, dat maar Jezus met die master binnen 30 jaar ik ben, met doe alle activiteiten. Me doopschrift in mijn familie nog dit, omdat u niet bekeert. Je doet alle oren aan je ben doopschrift, je doet een god door. Je niet bekeert het. Daarom waarlijke bekering aan de trangen van de doopschrift van christenen. Een waarlijke bekering, want dat is draailibi, true draailibi. Dat is radicaal, 180 graden. En ook toen niet links en ook toen niet rechts. If you want dini masra, tapa rechtvaardig fasie. Dini masra tapa juiste fasi dayosi pa gado o bless you and gado o sorgu taki ala deyu abi nyang ala deyu abi moni ma yu dini masra tapa juiste fasi and yu bribi tapa gado say abi and opo yu atiki gado and make gado kong in yu ati and a tang for ewag dayosi gado o sorgu the rest you. Nou, u heeft het gehoord. Dat was broeder Pardjo, zijn bemoediging. En ik weet zeker dat er harten geraakt zijn. Als u bemoedigd bent en u wilt toch een van ons spreken, kunt u bellen met onze administratie op 422-630. We hebben een YouTube-kanaal. Als u dus een van de afleveringen gemist heeft, kunt u altijd terug. En dat is de getuigenis van Shalom. We hebben ook een website waar u Shalom Televisie en Radio live kunt volgen. Maar u kunt ook daarop terecht voor alle relevante informatie. Dat is www.shalomsuriname.com.
We hebben het gehad voor wat deze aflevering betreft. Ik wil u van harte bedanken voor uw aandacht. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Goeiedag. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes.